Hoi en welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 86. Vandaag geen Leon. Leon heeft een weekje vrij. En elke twee weken is er normaal gesproken een update. Dus doe ik hem deze week alleen. Dat heeft wel beperkingen, maar dat is niet zo heel erg. Eens even zien. Allereerst, ja, ik vind het een mooi dingetje. Ik laat even een voorbeeldje zien. We hebben een glas. Verder helemaal leeg. Stel voor, je legt daar een kaartendoosje op. Pak er even een doek bij. Lege doek verder, die leggen we er zo ook netjes overheen. Stel nou voor dat je een sigaret rookt of iets anders waarbij je rook pakt en de rook naar het glas gooit. Nou, dan kun je naar het glas gooien. En als je op het einde dit optilt, zit er in jouw glas zit rook. Nou, dit is er niet voor gemaakt, maar het kan er wel mee. Ik wil even laten zien wat ermee kan. Wat is dit? Dit is de allernieuwste rookmachine. Ik heb hem nu even hierin gemaakt. Van het voorbeeldje. Dit is de Notting. En Notting, dit hoort er ook niet bij. Heb ik net snel gemaakt, gewoon om iets te kunnen laten zien. Is echt een mini rookapparaatje. Je ziet het hier op mijn hand. Het komt met een afstandsbediening. Als je op de knop drukt, dan krijg je rook. Zie je? Maar, ik heb er net een nieuwe vloeistof in gedaan. Ja, hij rookt. Hoe werkt het allemaal? Zal ik even laten zien. Je hebt hier een klein gaatje. Daarin doe je een druppel rookvloeistof. Er komt nu meer lucht uit dan druppels. Zo. Een beetje meer nog. Zo. Kijk. En als je nou drukt, gaat hier een wieltje draaien. Dat blaast eigenlijk de lucht eruit. En dan krijg je rook. Zie je, serieuze rookproductie. Nou, als je de gimmick dan, net als ik bijvoorbeeld in een kaartendoosje bouwt, krijg je daar rook. Je kan hem tussen je horlogebandje doen. Kijk, op de knop drukken. Draadloze afstandsbediening geeft rook. Het fijne is dat hij werkt op druppels. Dus je hoeft geen cartridges te kopen. Hoe meer vloeistof, hoe meer rook. Nu heb ik nog steeds niet veel, maar dat komt omdat er wat meer lucht uit mijn flesje kwam dan vloeistof. Ik heb al een luchtbellen zie ik hier komen. Eens kijken of ik nog wat meer erbij kan doen. Nog steeds meer luchtbellen. Zo, nou is het in ieder geval goed nat. En zodra die verhit wordt door het elementje wat erin zit, dan komt de rook. Dus als je meteen ziet, komt niet meteen rook. Zie maar als je kijkt, nu wordt die. Dan krijg je ook echt wel meer. Echt wel meer rook, zie. De afstandsbediening is sowieso heel ergonomisch gemaakt. Er zit een klein knopje tussen dit ding. Dus het is niet zo dat je per ongeluk in je zak als het ding verplaatst dat hij aangaat. Je moet echt erop drukken om hem te laten roken. Hier zit gewoon een kleine knoopcelbatterij in. Die kun je gewoon vervangen door de schroefjes los te maken. Maar die gaat, weet ik hoe lang mee. Is kant en klaar. Deze versie, die dus werkt op vloeistof, wat ik al zei. En niet op cartridges, zoals bijvoorbeeld de Vapor voorheen. Dan blijft die rook gewoon hangen. De Vapor, waarbij je dure cartridges moet kopen. Dit is gewoon een flesje rookvloeistof. Nou, hebben ze nog niet los. Maar binnenkort wel, dus dat is ook geen probleem. Maar voordat je dit leeg hebt, nou, heb je echt heel veel gerookt. Het hele ding is oplaadbaar via USB. Dat houdt in, als de accu leeg is, hier zit trouwens een schakelaartje. Plug je dit in, hopla. Dit aan de USB. Er zit een rood lampje op als hij leeg is. En als het lampje uitgaat, is hij vol. Dus ja, veel makkelijker kunnen we die maken. Het zit allemaal in een mooi doosje, stevig doosje om mee te nemen. Dus je hebt de oplader. Je hebt het rookapparaatje. Je hebt de vloeistof. En de afstandsbediening. Ik zelf vind hem te vergelijken met Vapor. Er zit trouwens een linkje bij naar video nog. Ik vind hem absoluut te vergelijken met Vapor. Vapor was een systeem waar je onder je arm of met afstandsbediening ook rook kunt produceren. Maar het was een lange slang met een e-cigarette met een groot kastje eraan waarin een pomp zat. Dat zit nu allemaal in dat klein dingetje. Daarnaast, Vapor verkocht de laatste jaren voor 215 of 225 euro. Deze is 125 euro. Strakke prijs, want de adviesprijs is $150. Wij hebben hem voor 125 euro. The smallest smoke machine in the world. Notting heet die. Ja, dat is het. Gemaakt door Wenzo Magic en Himetsu.
een goed dingetje. We zagen het in Blackpool altijd, hadden ze meteen zoiets, we willen het er kopen. Maar ze waren daar zo snel op dat we echt daar geen mee konden nemen. Dus moesten we wachten op een nieuwe voorraad. Dus nogmaals, nothing. Dan, ja, is ook een ander gaaf dingetje, maar meer ook een soort gadget van dezelfde firma. Stel voor je hebt een doek. Je gooit de doek in de lucht en die doek die verandert in iets anders. Nou, in dit geval gaat die in mijn hand en is die weg. Maar je kan hem ook laten veranderen in iets anders. Nou, dit is eigenlijk een variatie op de power reel van John Kennedy. Maar anders. Waarom? De power van John Kennedy die heeft een draad die op kan rollen. En dan zou je, in theorie zou je dit kunnen doen. Boom. En dan eindig je met de doek in je hand. Ook gaaf. Dus deze versie draait de doek ook op in de spoel. Als je dat wil. Kijk, je kan de draad ook tussen je vingers laten gaan. En als je dan de draad bij je vingers is, stop je. En dan heb je de doek hier. Maar deze versie kan het doek ook compleet erin trekken. Wat heeft dat voor voordelen? Stel dat je een bal gemanipuleerd, gepalmeerd hebt of een ander voorwerp. Dan kun je de doek die je hebt, die eventueel nog door de lucht vliegt, kan ook nog. Die gaat in je hand en die verandert in een kaart, een bal. Terwijl je dit ding vervolgens ergens kan droppen. Draad is ongeveer een meter of vijf. Er kan meer draad op, maar hoe meer draad, hoe minder ruimte voor je doek. Dus je kan een kleine doekje er vastmaken, kan ook nog. En dan meer draad op. Ik heb geprobeerd, hij kan ook om een paal heen, een statief. Ik heb met camera statief geprobeerd, maar hij gaat dan buiten beeld, dus dat zie je niet. Maar hij kan zeg maar ook van links naar rechts vliegen als je hem ergens omheen doet. Als het maar een glad oppervlak is waar het draad omheen loopt. Ook dit dingetje, ook van Himitsu Magic trouwens. Stevig bewaardoosje zit erbij. Krijg je compleet met online instructies. En ook dit ding is mooi USB oplaadbaar. Dus alles moet tegenwoordig oplaadbaar, geen accu's meer. Je plugt dit hierin, zo, hopla, in je computer, opladen. Een paar minuutjes maar. En hij gaat, weet ik hoe lang mee, want ik heb hem de laatste keer opgeladen. Ik heb hem nu in de winkel al heel vaak laten zien. Ook dit ding is op zich een normale prijzig dingetje. We hebben een hele strakke prijs, €95. Uiteraard is de garantie bij, is er ooit iets mee, dan lossen wij dat voor je op. Mooi zakje zit ook nog bij, dus je krijgt het allemaal compleet. Een luxe product mag je in een luxe verpakking zetten, vinden wij tenminste. En dat is hier ook het geval. Dit is de Perfect Power Reel van Himitsu Magic. Oké, daar zijn meer de gadgets. Dan iets zeer interessants. Al jarenlang verkopen wij de Psychokinetic Touches van Panacek. Staat hier ergens achter mij ook. Zeer veel verkocht. Daarna de DVD Touches van Morgan Strappler ook. En dit is eigenlijk weer een, laten we zeggen, een nieuwe kijk op dit effect. Wat is Psychokinetic Touches? Nou, je hebt misschien een tv, televisie wel een keer gezien of een keer live. Je nodigt één of twee toeschouwers uit. Je zet toeschouwer 1 op een stoel. En je loopt naar toeschouwer 2. En zegt tegen toeschouwer 1, als jij iets voelt op je schouder of wat dan ook, mag je hand opsteken. Of, op een andere manier, je zet toeschouwer 1 op een stoel. Loopt een toeschouwer 2, tikt die drie keer op zijn schouder en zegt tegen toeschouwer 1, heb je iets gevoeld? Ja, zegt toeschouwer 1, wat heb je gevoeld? 3 tikjes op mijn schouder. Dus toeschouwer 2 voelt wat je doet bij toeschouwer 1. Nou, bij D'Angelo's Touch is een boekje met 15 downloads, video downloads waarbij alles duidelijk wordt uitgelegd op video. Plus, je hebt hier alles ook in het boekje staan uiteraard. Is het een versie waarbij een toeschouwer naar voren haalt, neerzet, je conditioneert hem, dat je legt hem uit zeg maar wat de bedoeling is, dat je de toeschouwer kan aanraken visueel, maar dat je het ook niet visueel kunt, of niet dat je het echt aanraakt visueel. Dat houdt in, je zet de toeschouwer neer en je wijst naar hem en je hebt afgesproken de toeschouwer, als je iets voelt, steek je je hand op, rechts of links, maakt niet uit waar je het voelt. En het komt erop neer dat op het einde wijs je naar de toeschouwer, naar bepaalde plekken. En dan steekt de toeschouwer zijn hand op. Dus zonder dat je hem steeds maar aanraakt, steekt de toeschouwer toch zijn hand op. En voelt hij wat jij doet, schijnbaar door te wijzen met je vinger. Dat is eigenlijk de basis van deze versie. Ja, het is een doe het bij publiek. Ook de standaard Psychokinetic Touches bijvoorbeeld. En het is ijzersterk. Het is niet voor niks dat je het voorbij ziet komen bij allerlei bekende goochelaars op televisie. Maar ook in de echte wereld, zeg maar, bij goochelaars.
Want het is ijzersterk. Ik heb het in de winkel ook wel eens gedaan als mensen erom vroegen. Dat gaat boven een pet. Het heeft niks meer met goochelen te maken, zeggen ze dan. Dit is gewoon eng. Nou, maar als je dat wil, dan is dit iets voor jou. D'Angelo's Touch kost €35. Koop je het boekje, dan krijg je automatisch met de links die hierin zitten toegang tot alle downloads. Na jaren van afwezigheid zijn ze er weer. De mini bicycles. Even voor het idee. Dit zijn de mini bicycles. Dit is een normaal bicycle spel. Normaal gesproken is het dan, passen er zeg maar twee in één spel. Dat houdt in, die zijn twee keer zo klein. Het is niet de kwaliteit van de echte bicycles. Dat wil zeggen, deze worden niet gedrukt door de United States Playing Card Company. Tenminste, dat lijkt me sterk. Vroeger kwamen ze altijd uit China. En deze zijn ook zijn glanzende kaarten. Dat zijn dus geen linen finish kaarten, zeg maar. Nou, het ziet er wel echt uit als bicycle. Geen idee of je makkelijk uitspreidt. Oh, kijk. Ik kan ze makkelijk uitspreiden nog. Zie. Voor bicycle, maar dan mini. In zowel rood als blauw. Ik laat je nu het blauw even zien. Dit is de rode versie. Maak er je eigen gimmick van. Maak er je eigen verkleinend spel van. Wat je ook wil. Het is hiermee mogelijk. En de prijs is super strak. Ik weet dat we ze vroeger verkochten voor €5. Maar goed, dan kwamen ze waarschijnlijk weer een andere weg binnen. Tegenwoordig kosten ze €2,75. Ik vind het een koopje. €2,75 voor een mini bicycle spelletje. Dus verkrijgbaar in rood of blauw. Of rood en blauw, als je ze allebei neemt. Mini bicycle. Nou, het is misschien stom, maar ik ruik hier iets vreemds. Ik weet niet wat ik ruik, maar er is iets niet helemaal fris hier. Is het misschien het rookapparaat? Wacht even. Zo. Ja, nou ja. Oorzaak is gevonden. Jezus, gadverderrie. Nou, ik weet niet wie dat hier heeft neergelegd, maar het stinkt gewoon heel erg. Maar dan misschien heb ik daar een oplossing voor. Ik heb hier ergens, ja kijk, heb ik in ieder geval een draagbare wasmachine. Dus een reiswasmachine. Met een beetje mazzel. Passen ze daarin. Zo. Nou. Snel erin. Zo. In de wasmachine. Mooi zo. Wat gaan we doen? We gaan proberen de sokken te wassen. Dat ze in ieder geval niet meer stinken. En dat ze er beter uitzien. Gerard zet hem aan. Uiteraard haal je normaal een kind naar voren. Een kind mag hier aan draaien. Dan gaat de trommel rond en dan wordt er helemaal gewassen. Ik hoop niet dat dat gevolg heeft voor hetgeen wat in de wasmachine zit, want dat klinkt niet al te best. Oh nee. Nee, wacht even. Nee. O jee, ik weet niet wie sokken dit zijn. Maar snel terug erin. Dat was nu net niet de bedoeling. We pakken een ander programma. Misschien is het beter als we het iets warmer wassen. Ja, dus iets warmer. En dan draai ik gewoon zo. Weet je wat, andere kant misschien ook nog. Twee kanten altijd veilig. Dat moet dus gewoon zijn. Twee kanten opdraaien doet de wasmachine ook altijd. Is het zeker gelukt. En wat is dit nou weer? Hè? Dit is toch helemaal... Het is leuk met carnaval of zo, maar toch niet voor Pippi Lanka als je daar toevallig bent. Maar ja, wie is dat nog? Dat ziet ook niet echt op zo. Even kijken. Gewoon wassen helpt niet. Iets warmer wassen helpt niet. Oh. Misschien is het harder draaien dat de kleuren uit elkaar vliegen. Dat zou natuurlijk een optie zijn. Even iets aan het programma. Gewoon iets warmer meteen. Andere kant op. Dat moet het zijn. En ze... ja, dat is nu ook weer niet helemaal de bedoeling. Die zijn ze wel... Ja, ze lijken wel voor baby's of zo. Zo klein zijn ze.
Nou, of dit ooit goed gaat komen, weet ik niet. Laatste programma. Goochelprogramma. 3 keer rechts of zo. 3 keer links. 5 keer links. Ik heb bijna niet... Het ruikt in ieder geval... Oh, ze ruiken zelfs lekker. Ook deze ook. Kijk, en ze zijn helemaal schoon. En ze ruiken lekker. Nou, dat is mooi. Dus, probleem opgelost. De sokken zijn helemaal schoon. Ja, dit gebeurt natuurlijk niet echt, maar dat had je al begrepen. Dit is de magische wasmachine, ofwel de Chinese wasmachine. Jarenlang werden er versies gemaakt door Supreme Magic. Ook Barry Merlin heeft een versie gehad, hebben we ook verkocht. Want de oude versies van Supreme hadden bovenop een deel, dat kon je er afhalen. Daar zat ook dit dingetje op. En dan ging je met je hand helemaal in de bodem om dingen te laten slagen. En een echte wasmachine, die laat je van de voorkant, vind ik. Nou, dat kan deze dus ook. En dat is eigenlijk het leukste. Je zou zelfs de kinderen de sokken erin kunnen laten stoppen, eruit kunnen laten halen. Dat kan ook allemaal. En zoals je ziet, veranderen de sokken telkens. Degelijk gemaakt. Super licht mechanisme. Je kan echt met één vinger, zeg maar, met licht draaien. Dus het loopt soepel, te betekenen dat de kind ook fatsoenlijk kan draaien zonder dat hij heel veel kracht moet zetten. Het is licht van gewicht. Het is gemaakt van kunststof, maar wel super degelijk. Het komt compleet met alles wat je bij nodig hebt. Echte sokken. Heel verhaal uitgeschreven erbij. Magnetische sluiting hier. Wil je graag er een Chinese wasmachine van maken? Nou, ik laat het even zien. Ik heb het op de achterkant vastgehangen. Er zijn Chinese tekens, die kun je er eventueel nog opplakken als je wil. Die zit er gewoon bij als extraatje. Deze Chinese wasmachine kost €289. Maar dan heb je wel een apparaat voor het leven. Waar je je kindershows mee kunt versterken. Of nog leuker kunt maken. Want het is gewoon, als je het voor kinderen doet, met alle grappen erbij, alle rollen erbij, alle onzin. Kun je hier makkelijk 5, 6, misschien wel 7 minuten volmaken met allemaal grappige dingen. De Chinese wasmachine. Waar gaan we dat ding laten? Ik zet hem gewoon weer terug waar die vandaan komt. Hier zo. Zo. Dan heb ik een nieuwe telefoon. Even kijken. En dat is niet waar. Nou lieg ik eigenlijk. En liegen mag niet. Wat is dit? Dit is iPhone. Dus niet een iPhone, maar dit is iPhone. Ja, het mooiste is als je met z'n tweeën bent om dit te laten zien, maar ik wilde niet wachten tot over 2 weken, omdat het toch een nieuw product is. Ik vind het geniaal. Voor de mensen onder jullie die de Teletot Wallet kennen. Nou, dat principe bouw dat in een iPhone. En je bent er. Wat is het idee? Ik kan niet moeilijk gedachten lezen, dat staat me nergens op slaan. Maar het idee is dit. Je hebt je telefoon uiteraard in je zak, zoals je dat normaal altijd hebt waar je telefoon hebt. En je zegt toeschouwer, weet je wat, schrijf iets op. Je pakt een kaartje of een briefje, wat dan ook. Je zegt schrijf iets op. Ik noem er iets, een naam van iemand, ik noem even Renéetje. Een telefoonnummer, een land, weet ik veel. Draai het om zodat we het niet kunnen zien. Weet je wat, voor de zekerheid, hier wacht. Ja, we stoppen het hier zo in. Stopt hier tussen. Zo, dat we zeker niet kunnen zien. Dan denk je misschien dat ik er nog doorheen kan kijken. Weet je, ik draai hem echt om, dat ik het echt niet kan zien. Oké. En dan, in principe hou ik hem nu omhoog, puur voor de camera van boven eventjes dat je kunnen filmen. Het idee is dan dat jij al meteen weet wat het toeschouwer heeft geschreven. Meteen. Ja, ik vind het geniaal, want je hebt natuurlijk continu toegang tot de informatie. Dus stel voor, iemand schrijft heeft een getal opgeschreven van 20 cijfers. Dan kun je dat compleet opschrijven zonder dat je in één blik alles moet onthouden. Dus de informatie blijft voor jou beschikbaar. Ik weet geen idee. Op het einde, natuurlijk op het laatst kun je altijd het kaartje eruit halen en weer teruggeven verder. Je steekt je telefoon in je zak en klaar. Je krijgt dit met een instructievideo. Een blaadje met een hele stapel routines erbij. Ik dacht 14 routines of zoiets. Zit er ook nog bij. En de gimmick. Dit is de gimmick waar je nu tegenaan kijkt. Het is een
een iPhone waarmee dit alles mogelijk is. Gooi er een extra pasje van jezelf in om het wat persoonlijker te maken. Dat heb ik hier achterop gedaan. En je bent klaar voor gebruik. Ja. Logischer dan al die portemonneetjes die je normaal niet meedraagt. Mapjes, weet ik wat allemaal. Veel beter. Van Mark Mason en Chris Kenworthy is dit iPhone. I met een E, lange, Griekse I, E. Dus oogfoon, zeg maar iPhone. Prijs, €99. Geniaal ding. Echt geniaal. Ja. Oh, die hoorde bij de telefoon eigenlijk, maar goed, maakt niet uit. Eén spel kaarten. De kaarten zijn nog een beetje door elkaar schudden. Het gaat over het idee. Zo. Groeperen nog. Nou, stel voor, iemand kiest een kaart ergens uit het spel. Zo, hier is een kaart. Deze bijvoorbeeld. Bij gebrek aan iemand anders kies ik hem zelf even. Nou, je kan laten onthullen al, of je kan nog wachten. Dat is aan jezelf. Ik zal het even een verrassing houden. Zeg je, ik heb hier mijn oortelefoontjes meegenomen. Zie, ik zal ze even afrollen. Zo. En dan zeg je tegen de toeschouwer. Toeschouwer, denk aan jouw kaart. Nou, als hij de kaart gezien heeft, wat normaal het geval is natuurlijk, dan kan hij dat ook. En dan zeg je, denk aan de kaart. Nou, dit kun je normaal in de lucht laten plaatsvinden, of je kan het laten plaatsvinden op tafel, zoals ik nu doe. En dan als je de kabel neerlegt, neemt die een specifieke vorm aan. En ik vind dit nu, als ik het zou kijken op de camera, zie ik 7 en een hart. Hè. Dat zou betekenen, harte 7. En de kaart is dan ook harte 7. Dus voor het idee, het kan ook in de lucht. Maar dan moet je het even wat meer begeleiden, zie meer sturen, zie je. En dan wordt het een harte 7, kan ook. Harte 7. Nou, dit hebben we ook in harte 2. Dan heb je niet een hartje en een 2, maar dan heb je een hartje en een hartje. Dus twee hartjes langs elkaar. Naam van dit alles is Unplugged van Taiwan Ben. Wat krijg je? Je krijgt de set oortelefoontjes met één doosje. En een online instructievideo voor de prijs van €37. 50, als ik mij niet vergis, sterk. Nee, dat klopt. Ja, ook dit is een gaaf item. Het is weer een common item. Iets wat je bij je draagt. En wat niet per se een goochelattribuut is. Dus dat maakt het allemaal weer sterker. Unplugged van Taiwan Ben. Ook een zeer interessant dingetje. En dan kijk ik op mijn stoel langs mij en dan kom ik tot de ontdekking dat die helemaal leeg is. En dat betekent, ik moet zeggen, het is niet zo gezellig alleen. Je hebt natuurlijk mij al de hele tijd horen praten, nu ook. Met z'n tweeën is leuker. Maar dat maakt niet uit. Dat gaan we namelijk de volgende keer weer doen. Want bij gebrek aan meer items zijn we aan het einde gekomen van update nummer 86. Ik zeg tot de volgende keer bij update nummer 87. Doei!